Hij is waarschijnlijk de jongste DJ van Nederland. Ivo Pasveer uit het Groningse Eelde. Hij is pas 11 jaar oud, maar mag nu al zijn eigen radioprogramma presenteren. Ja, een maandelijks kinderprogramma dat het resultaat is van een prijsvraag die de jonge DJ won. Ivo is natuurlijk dolgelukkig. Eindelijk kan hij alle luisteraars laten horen wat hij in zijn mars heeft. Dat was Liliane en Not Fair hier op Radio Trip All Over Kids met de Lex Seeds. En straks hier het nieuws, maar nu eerst de favoriete plaat van mijn klas, vooral van de jongens dan, Space Cowboy. Als je hem zo hoort, zou je denken dat hij het al jaren doet. En eigenlijk is dat ook zo. Want de 11-jarige Ivo is al van jongs af aan helemaal bezeten van radiomaken. Radiomaken, het is gewoon het leven, vind ik. Nou, je kunt er alles mee. Je kunt plaatjes aankondigen, je kunt plaatjes afkondigen. En als ik nou later op de landelijke radio werk, kan ik mensen op de hoogte houden van de verkeersinformatie en... gewoon heel leuk. Ivo, ga je slapen zometeen? Ivo heeft het niet van een vreemde. Zijn vader is radiomaker bij RTV Noord en bracht hem de fijne kneepjes van het vak bij. Soms doet hij ineens dingen waarvan ik denk, hey, hoe kom je eraan? Dan zegt hij, ja, dat is een programma op internet en dan, daar werk ik dan weer mee. Heeft hij talent? Ach ja, dat ga je als vader niet zeggen. Hè? Het is een mooie hobby. En als het later iets wordt, voor hem is dat leuk. En anders is het gewoon een hele leuke hobby waar hij heel veel plezier aan beleeft. Na jarenlang op zijn slaapkamer te hebben geoefend, mag Ivo binnenkort eindelijk de echte knoppen gaan bedienen. Hij won een prijsvraag waarbij hij een uurtje radio mocht maken bij Tinarlo Lokaal. Dit is Tinarlo Lokaal. En dat beviel zo goed dat hij een eigen programma kreeg aangeboden. Hij is inderdaad een talentje. Zijn eerste uitzending die hij hier maakte, daar heb ik enorm van opgekeken. Ik dacht van ja, ik wou dat ik op mijn 11e zo al radio kon maken. Met de jongste DJ van Radioland, 11 jaar, ik ben Ivo Pasveer. Het maandelijkse programma van de jonge DJ is speciaal voor kinderen en is vanaf 1 december in de lucht. En Ivo is er in elk geval helemaal klaar voor. Ik hoop dat u het leuk vond en ook dat u de volgende keer weer luistert. Dus ik zou zeggen, tot ziens. Tot ziens. Ja. Tot zo.